Welkom, ik ben Peter van der Sluis. Ik geef in mijn vrije tijd les in calligrafie. Perkament werd gemaakt in de kloosters. Hoe deed men dat? Hoe zagen de monniken eruit? Zo zagen ze eruit. Een van de materialen was het halfmaanvormig mes om de vleesresten te verwijderen. De huid werd telkens strak gespannen en zo kwam het perkament tevoorschijn. Perkament is een organisch materiaal, dat kan echt niet tegen vocht. Een kleitafeltje met spijkerschrift, heel erg oud. Een schrijftafeltje met een stylus. Met de puntige kant schreef men de notities en met de platte kant kort weer uitvegen. Omdat het was is. Nog een schrijftafeltje. Van de andere kant gezien. Ze waren ook wel mooi versierd. En weer met een stylus. De platte kant kon men het uitvegen en met de punt kon je erin schrijven. Dit is een zeer oude stylus. Uit de vroege middeleeuwen. Het typemachine is ook een communicatiemiddel. Tegenwoordig heeft men computers. Dat is het nieuwste communicatiemiddel. Dat is wel de uitvinding van de eeuw, hoor. Let goed op. Pen staat 45 graden. De pen mag niet draaien. Dan krijgt u een messcherpe streek. Kijk er maar eens. En met een vlaggetje. De pen mag niet draaien. We gaan nog een paar streken doen. Verticale en horizontale basisstreken. De verticale streek. 45 graden, de pen mag niet draaien. Even indopen. En we eindigen 45 graden. Je kan 6 hokjes hoog doen, 8 hokjes. Daar gaat het even niet om. Even om de techniek. En de horizontale streken. 45 graden beginnen, 45 graden eindigen. Je mag 6 hokjes tot 8 hokjes. Gaat weer even dat je de pen niet draait. We gaan een aantal moeilijkere streken doen. Halve maantjes. Beginnen 45 graden, we eindigen 45 graden. Kijk er maar eens. Beginnen 45 graden, we eindigen 45 graden. Halve cirkel. En dan kunt u ook andersom doen. Beginnen 45 graden, we eindigen 45 graden. We gaan nu een hele cirkel maken. Eigenlijk al een O. Zo moet je de pen heen en weer bewegen. Dat de inkt er doorheen kan vloeien. Maar hier hebben we een O. Twee halve maatjes tegen elkaar. Nog eentje. Eén. Even indopen. Even uitschrijven. En we hebben twee cirkels. Eigenlijk al twee O's. Ziet u het dun-dik verschil? Hoe belangrijk het is? Dat je de pen niet draait. We gaan alles nog even herhalen. 45 graden. Vlaggetje. En dan kunt u ook dit doen. Dun dik verschil. Kijk, de pen niet draaien. Half een maandje. Verticale streek, horizontale streek en uiteraard de laatste oefening, de O of de cirkel. Kijk maar eens naar het dun-dik verschil. Dan nemen we nog even alle basisstreken door. Penstand niet draaien. 45 graden. Plakketje. Even erin dopen.
Verticale streek. Horizontale streek. Halve maandje. Naar links, halve maandje. Naar rechts. En tenslotte de hele O. Of de cirkel. Weer even in de open. Ronding moet precies rond zijn.